Circo heeft als doel om een business te creëren met behulp van circulair design. Wat we aan het doen zijn, is bedrijven helpen om de circulaire economie tot leven te brengen. Om hen te helpen om nieuwe business te genereren door op een circulaire manier te gaan ontwerpen. Het is een systeem dat met elkaar in balans is, waar de onderdelen ook waarde aan elkaar leveren. Vandaag zijn we begonnen met een eerste opleidingstraject, ontwikkeltraject met een aantal bedrijven en designers. Wij brengen producten en diensten naar de markt die slimmer met energie of met grondstoffen omgaan. Vanochtend zijn we op bezoek geweest bij Coolrack, onderdeel van Van Ganzenwinkel, waar koelkasten en wasmachines worden teruggebracht tot hun oorspronkelijke grondstoffen. Daarna zijn we met de deelnemers ingegaan op hun eigen bedrijf. Oké, en waaruit het kostenoogpunt of het ecologische oogpunt? Nou, dit soort settings en meetings die geven mij dusdanig inspiratie dat wij zelf bijvoorbeeld ook met Flora bezig zijn gegaan om ze ook circulair te krijgen. Ik heb Supply Group 300. Een van de belangrijke issues waarom circulaire economie zo belangrijk wordt, is dat die grondstoffenbeschikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Die zouden kunnen helpen om die mogelijkheden die we net in kaart hebben gebracht, om die in de praktijk te gaan brengen. En welke designstrategieën hadden jullie daarbij? Design for attachment contract. Daar hebben we Circo voor bedacht. Het is een project waar we een aantal bedrijven, designers en studenten in meenemen om hen een serieuze stap op weg te helpen. Want de truc is, maak je nieuwe omzet met nieuwe soorten, producten, diensten en businessmodellen. En tegelijkertijd, hoe draag je bij aan de totstandkoming van de circulaire economie?